Mevrouw Hartman. Of is het Pietersma? Wat is het? Ja, ik heb twee namen. Maar ja, je kan gewoon Hartman maar zetten. Doe dat maar. Als uw mansnaam, maar uw meisjesnaam was? Pietersma. En dat is ook in Krooswijk bekend, Pietersma? Een klein beetje. Een klein beetje, maar natuurlijk. Want alleen van de Heinekers. Daar speelden wij vroeger. Dan komen we op de Heinekens. Ja. Wat is uw link naar de Heinekens? Nou, ik wou graag foto's ervan. Dan we er nog foto's waren van dat ze dat scheepje hebben daar zien liggen. U hebt het over een scheepje. Vlak voor de Heinekens hebben er woonboten gelegen, maar van jullie was het niet echt een woonboot. Nee, het was eigenlijk een zeilschip. Vroeger was dat nog altijd een zeilschip. En daar deed uw vader zijn werk mee? Ja, ook dat. Wat deed hij daarmee? Vracht vervoeren. In Drenthe turf en zand en grind. Voor Scheveningen, voor in de oorlog, voor de bunkers. Dus je hebt heel veel van Nederland gezien als kind? Ja, als kind zijn er zeker weten. Ja. Hoe lang kunt u zich herinneren dat u daar voor de deur van de Heinekens heeft gelegen? Nou, ik denk toch wel gauw een jaar of 10, denk ik. Ik denk toch wel gauw. Was natuurlijk ook spelen, langs de waterkant. Spelen, ja. De plankje over en dan... En dan spelen. Ja, op de trappen van de Heinekensbrouwerij. Dan kan je zeker wel goed zwemmen. Nee, helemaal niet. Ik kan helemaal niet zwemmen. Nee. Nee, mijn vader die deed ons wel later aan een eentje touw. En dat is nooit goed gelukt. Toch niet achter de boot aan? Nee. Dat was in de haven van IJmuiden. En dat zoute water, daar zei hij van, dan drijf je makkelijker. Maar dat was echt niet zo. Wat komt u zich nog precies herinneren van Krooswijk? U vertelde even in het vorige gesprek, u ging ook naar de kerk. Waar was die kerk? Ja, ik kan die straat niet noemen. De Boezemsingel? Langs de Boezemsingel. Maar niet op die Boezemsingel, want die was weer een beetje te licht. Het was echt iets verder. Wat bedoelt u met... Met die groene... Torens. De Koninginnenkerk. De Koninginnenkerk. Die was het. Ja. Hoe vond u die kerk van binnen? Prachtig. Die was heel mooi. Ja, dat is waar. Ja, maar we waren nog heel jong hoor. Heeft u er nog wat van meegekregen toen die gesloopt werd? Nee, niks. Helemaal niks. Nee. Ja, we zijn er wel heel veel daar altijd zondags heen. Ja. Hoe oud was die toen? Nou, dat was denk ik een jaar of 9. Eigenlijk heeft hij ook in huizen gewoond. Ja, dat was net voor de oorlog. En we zijn daar gebombardeerd. In Kralingen. En dan was alles weg. Toen bent u op de boot gaan wonen? Nee, toen zijn we naar het Kralingse Veer gegaan. Naar het Kralingse Veer, naar mijn grootmoeder. Daar zijn we toen naartoe gegaan. En later is ze weer op het schuitje teruggekomen. Want dat is ook nog een tijdje gevorderd geweest door de Duitsers. Toen hebben ze het later weer terug. Konden er weer op varen. En toen zijn we dat land, het Zand en Grind, gaan varen naar Scheveningen. Voor die bunkers. Waar bent u op school gegaan? Ja, hier en daar even. Niet veel. Nee. U kunt zich niets herinneren van Krooswijk ook naar school? Nee. Ik ben er wel geweest op school. Dat was ook daar ergens achter bij die kerk in de buurt. Maar ik zou niet weten hoe het daar heette. De Boezemdwarsstraat? Ik denk dat het daar wel was, ja. Ik denk dat het daar in die buurt wel zat. Ja, als schippenkinderen natuurlijk altijd veel zwerven. Ja, want het was nooit vast. Het was altijd maar een korte periode en dan moest je weer verder. Ja. Had u veel broers en zussen? Ik heb 2 broers en 1 zus. Leven die nog? Allemaal. Mijn oudste broer die woont in Balk, Friesland.
En mijn andere broer die woont in IJmuiden in Noord-Holland. En mijn zus die woont hier in Blijdorp, in de Bisschopstraat. U vertelde wel dat er een broer van u geboren was op de Schiekade. Ja. En hoe heette dat ziekenhuis? Sint-Franciscus. U zei er net wat anders. Wat zei u er net? Sint-Franciscus. Ja. Dat is leuk is dat, hè? Dat zeiden mensen vroeger veel. Hè? Toen was het nog water? Toen was het nog water, ja. Ja, ja, met Koninginnedag. Met de oude koningin Willemien. En daar zwommen ze daar en vaarden ze met de roeiboot. Ja, ja. Hoe lang geleden is dat die broer daar geboren is? 1933. Oud, hè? Ja, ja, ja. Hoe voelt u zich? Goed. Dank u wel.